Beste kijkers van Crypto Coin Talk, leuk dat jullie weer kijken naar weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Mijn naam is Nick en vandaag ga ik jullie meenemen in een nieuwe Bitcoin koersupdate. Voordat we gaan beginnen, wil ik jullie heel eventjes vragen om een like achter te laten op deze video als je dit soort content kan waarderen en eventjes te abonneren op ons YouTube kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan gaan we nu beginnen met de analyse. We gaan gewoon weer top-down werken, net zoals we altijd doen. Uh, in principe is de situatie ten opzichte van de vorige video niet echt veranderd. We hebben nog steeds die weekly highest candle close van de consolidatiefase. En de weekly lowest candle close van de consolidatiefase. En dat bewegen we nu nog steeds in. Dus we hebben hier een consolidatie gevormd. Highest candle close neergezet. Lowest candle close neergezet. Hebben we vervolgens een uitbraak gezien. Hebben we een hele move up gedaan. En zijn we daarna dus weer teruggevallen in de range en nu zijn we dus eigenlijk gewoon weer aan het consolideren. Thijs had het in de, de vorige video's ook al aangegeven dat de kans gewoon groot was dat een tijdje zouden gaan ranges slash consolideren en dat zijn we nu dus ook gewoon aan het doen. Nou ja, zolang we dus niet aan de bovenkant uitbreken of aan de onderkant uitbreken, blijven we dus ook gewoon in die range zitten. Dus wat je eigenlijk graag wil zien is dat je het liefst op de weekly, maar eventueel ook al op de daily zou een eerste indicatie zijn de uitbraak zien. Of aan de bovenkant of aan de onderkant. Nou ja, de weekly highest candle close ...die ligt op de 38.176. En de weekly lowest candle close, ligt ongeveer op 32.253. Zolang we hier tussen blijven bewegen, is er dus weinig verandering in de situatie. Maar mochten we dus boven die zone. Uh, weten te komen en te sluiten, natuurlijk, is belangrijk. Dan uh, ziet het beeld in één keer een heel stuk positief uit. Kun je ergens op de terugtest een uh, entry gaan zoeken en kunnen we een stukje verder omhoog gaan kijken. Aan de andere kant, als ze dus aan de onderkant zouden uitbreken. Uh, eventueel een Bearish retest maken, zou je zelfs kunnen kijken naar een eventuele short. Uh, moet je dus wel onder de weekly sluiten. Hè? Dat is heel belangrijk. Want, dit is in feite uh, de, de lowest candle close. Deze heeft je vervolgens naar de nieuwe all time high gebracht. En verder, in deze hele run naar boven, hebben we verder geen structuur opgebouwd. De eerstvolgende serieuze structuur op de weekly die ligt namelijk uh, rond de vorige all time high. Ik pak ook hier de, de highest candle close weer even. En die lijnt dan mooi op met deze consolidatiefase. Dan kunnen we hier nog eventjes een die manszone, oftewel een supportzone intekenen. Trekken die even door. En dan hebben we hier eigenlijk een hele prachtige zone, uh, waar we mogelijk naartoe zouden kunnen bewegen, als we dus op de weekly een lowe low neer gaan zetten en dus onder de lowest candle close uh, een weekly candle close gaan krijgen. Um, zover is het voorlopig nog niet. Uh, we hebben dus ook nog geen duidelijke kant gekozen. Uh, nou ja, weekly uh, time frame. Is best wel een uh, langzaam bewegend timeframe. Zoals je ziet, hebben we ook niet zo heel veel candles. Dus vaak is het dan slim om gewoon een timeframe laag te gaan kijken. Om te kijken of we daar misschien al eerdere indicaties zien van een mogelijke reversal of een uitbraak of iets dergelijks. Dus dat gaan we nu ook doen. Daarbij gaan we altijd eerst eventjes de belangrijkste levels identificeren. Want zoals je op de weekly hebt levels, heb je ook op de daily bepaalde levels die interessant kunnen zijn. En ook. Wat ik in de vorige video zo vaak heb aangegeven. Deze daily high vind ik nog steeds super interessant. Dus de high rond de 40.600 of 625. Is gewoon een belangrijk prijspunt. Want als we hier op de daily namelijk boven gaan komen. Dan verwacht ik eigenlijk dat we in ieder geval voorlopig de bodem hebben gezien. Maar dat we ook vooral gewoon meer upside gaan zien. Richting de 50.000. Uh, deze area ongeveer. Dus de... 48.790 tot aan de 51.565, maar goed, dat is nu nog totaal niet aan de orde. Uh, we zijn nog gewoon aan het range. Lokaal zijn we zelfs omlaag aan het trenden. Want wat hebben we hier namelijk gedaan? Ik pak je even een stukje market structure erbij. We hebben hier een low gezet. We hebben hier een high gezet. We, hier, we zijn hier net ondergesloten, maar je kan het ook beschouwen als equal low, oftewel gelijke low, en hier een equal high, dus een gelijke high. Het is allemaal niet zo heel belangrijk, maar wat wel belangrijk is, die laatste low die je hebt neergezet, die ben je verloren, dan ben je ondergesloten. Dus je hebt nu eigenlijk een low low te pakken. En wat kun je normaal gesproken met market structure verwachten als je een low low hebt neergezet? Dan mag je uitgaan van een lower high. Dus eigenlijk wat het meest logische op dit moment is, is dat je hier ergens in dit gebied, misschien vanaf hier wel of iets hoger, maar wel onder deze high een lower high neer gaat zetten. En als je dat dus gaat doen en je gaat een rejection neerzetten... ...dan kun je daarna dus ook uitgaan van weer een low en low. Nou ja, we hebben al zoveel uh, aanrakingen van deze support gezien. Uh, we hebben natuurlijk deze supportzone nog op de 32.464 tot aan de 30.294. Ook relevant level op de daily in ieder geval. Uh, Mochten we daar namelijk weer een test van gaan zien... Ja, daar de, de kans toch wel zeer groot dat we verder omlaag gaan bewegen. En dan komen de volgende levels in beeld. Namelijk de. Uh, maak er even een level van. De bovenkant van deze cluster of de consolidatiefase op de 23.800 ongeveer. En natuurlijk de zone die we hieronder hebben. Dus de ja, 19.373. Maar de bovenkant is ongeveer ja, rond de 20k. 20k is gewoon een belangrijk gebied. En de 23.800. Uh, Mocht hier omlaag uitbreken, hier heb je nog iets van support. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat we gelijk hierheen gaan. En ook hier is het maar de vraag of we dit wel gaan houden. Uh, dus 23.800 en de 20k ongeveer. Dat zijn de meest belangrijke levels. Uh, waarvan ik denk dat we die op gaan zoeken als we hier de breakdown gaan krijgen. Dus eigenlijk wil je nu niet zien dat je opnieuw een rejection laat zien. En dat je dus weer een nieuwe low neer gaat zetten. Het zou erg zwak zijn, en ik denk dat het dan. Um, ja, gaan we toch behoorlijk wat bloed in de markt zien, denk ik. Dus wat je nu eigenlijk graag wil zien. om het bearish idee te invalideren. dat is natuurlijk ook belangrijk om te weten. is dat je eigenlijk het bearish scenario gaat invalideren. Je hebt nu dus een nieuwe low neergezet. Dus je hebt een low gezet, je hebt een high gezet. en je hebt een lowe low neergezet. Dus wat we nu dus verwachten. is een lowe high. en vervolgens dus weer een lowe low. Oftewel. ...continuation van de downtrend... ...die we lokaal aan de neerzetten zijn. Maar als je nu dus... ...voorbij de laatste high gaat... ...dus in plaats van dat we... Uh, ...een low high en dan een low low neer gaan zetten... ...maar dat we dus... ...ik zal het eventjes weghalen... ...als we dus dat niet gaan doen... ...en we gaan een nieuwe high neerzetten... ...wat je dan dus krijgt... ...is weer een break in market structure... ...en dan gaan we dus weer... Een high-low neerzetten ergens op een strategische plek, of vervolgens weer een high-high high neer te zetten. Dus je zet dan een low, een high, low-low. Low. Je invalideert dus het bear scenario door een nieuwe high te creëren en sterkte te laten zien, maar je wijst die niet af. Vervolgens zet je een high-low neer en dan ga je dus weer uptrenden, waardoor je dus op zoek kan gaan naar die 50.000 ongeveer. Dus dat is eigenlijk het enige wat je nu wil zien en uh, wat, wat is belangrijk qua criteria? Je wilt dus eigenlijk voorbij deze highest candle close komen. Nou, die ligt ongeveer op de 39.248. Dus het enige wat je nu dus wil zien is een overtuigende daily candle close boven de 39.248. Doen we dat namelijk? Uh, ben ik er uh, redelijk van overtuigd dat we in ieder geval voorlopig de bodem hebben gezien. Liefst zien we ook nog gewoon een uh, weekly candle close boven de 38.176. Maar een daily close zal al heel positief zijn. En zal helemaal lekker zijn als we dus boven die 40.625 gaan komen. Maar het allerbelangrijkste wat ik nu graag wil zien, is dat we een nieuwe high gaan creëren. Want op dit moment kijk ik uh, volgens de theorie omlaag. Want je hebt een low low neergezet. Dus je kijkt naar een low high. Dus we willen het bearish idee invalideren en willen dus een nieuwe high gaan zien dus boven de 39.200 ja, 280 ongeveer, iets in die richting. Liefst gewoon niet vlak boven, maar echt gewoon een overtuigende daily close daarboven zien. Dan pas, dan pas ga ik weer meer naar het bullish scenario neigen. Dus hou dat vooral in de gaten. Dat is op de daily belangrijk. We kunnen eventueel nog iets verder inzoomen richting de 4 uur grafiek. Eventjes de boel weer opschonen omdat we lokaal omlaag aan het trenden zijn, wil niet per se zeggen dat ik ook alleen maar naar shorts kijk. Je kan ook een stukje counter traden. Uh, en dus ook naar een kleine scalp long kijken. Dat heb ik dus ook vandaag gedaan met de educatiegroep. We hebben hier een range low neergezet. En die lijnt perfect op met een vorm van support die we hier hebben gevormd. Een consolidatie candle die vormt altijd support. Dus ik wilde eigenlijk graag in positie komen. Um, toen we ongeveer hier waren op een terugtest en dan vervolgens een move omhoog. Nou ja, hij heeft die hele terugtest niet gemaakt, is gewoon in één keer doorgaan naar uh, het target, was namelijk de eerste vorm van uh, resistance, en dat is eigenlijk deze supply zone van deze candle hier. Nou ja, die lijken we nu deels af te wijzen. Dus op zich is er nu ook nog niet heel veel veranderd. We hebben namelijk niks gegained, we zijn nergens voorbij gegaan. Uh, dus wat we nu mogelijk zouden kunnen zien. Uh, dat hoop ik in ieder geval om nog in een long te kunnen komen. Is dat we dus een pullback gaan zien vanaf deze zone. En dan dus richting deze supportzone. Om hier vervolgens een long te kunnen nemen. Richting die resistance. daar een deel winst nemen. En eigenlijk wil je hem dan door laten lopen. Want als je hier namelijk de high low neerzetten lokaal. En je gaat daarna een nieuwe high creëren. Oftewel voorbij deze zone. Dan wordt de kans wel groot dat we meer upside gaan zien. En daar wil ik graag gewoon in zitten. In het ergste geval gebeurt het niet. Word ik uitgestopt. Heb ik een procentverlies op mijn totale kapitaal. Daar lig ik echt niet wakker van. En uh, ja, aan de andere kant kun je, ja, kun je goed geld verdienen. Als we hier inderdaad een soort van uh, bodemconformatie te pakken hebben. En daarvan kunnen profiteren. Um, ik kan hier ook een mooie setup van maken. We kunnen namelijk hier de long tool op gebruiken. Stoploss komt dan onder de wick te staan, oftewel onder een lokale low is dat dan. En dan plaats je je target 1 uh, rond de resistance en dan heb je eigenlijk een prachtige setup met een RRR, oftewel risk to reward ratio van 2,4. Hele degelijke setup dus. Uh, ik zou deze persoonlijk zeker spelen. Dus mochten we de pullback nog krijgen, dan ga ik deze long wel spelen. Het kan ook zijn dat ik die uh, uh, entry niet ga krijgen en dat we meer upside vanaf hier gaan zien. Ook prima, want dat is een teken van kracht van de markt. En dat geeft uh, hoop voor de bulls. Dus uh, conclusie van het verhaal. Um, heel lokaal ziet het er redelijk uit. We hebben een mooie impuls laten zien. Uh, high time frame, dus op de daily en de weekly. Moeten we echt nog dingen gaan doen? Uh, willen we weer bullies kunnen worden? Um, maar ja, voorlopig zijn we dus nog steeds aan het range. Iets licht omlaag aan het trenden op de daily. Uh, ja. Verder is gewoon belangrijk dat we dus op de daily boven de 39.280 ongeveer gaan sluiten. Daar wil je graag echt een overtuigende daily close boven gaan zien. Gaan we dat doen, ben ik er redelijk van overtuigd dat we voorlopig de bodem hebben gezien. Doen we dat niet en gaan we dus ergens eronder afwijzen. Ja, dan kan het wel eens flink bloederig gaan worden. Dus uh, zolang we die confirmatie niet te pak hebben, wees conservatief. Ga niet te veel exposure opbouwen. En zorg dat je niet te veel pijn gaat krijgen als de markt inderdaad die kant op gaat. Wacht liever op iets meer confirmatie dat de trend weer omhoog gaat zijn. En dan kun je langzaam weer meer posities gaan inschalen. Tot zover deze video. Vond je deze video nou leuk of leerzaam? En wil je graag meer van dit soort video's zien? Laat vooral eventjes een like achter. En laat in de comments weten hoe jij zelf ook over de markt denkt. Ik ben natuurlijk altijd benieuwd naar jullie meningen. Zijn jullie bullies? Zijn jullie bearish? Of heb je misschien geen flauw idee, maar zou je er wel meer over willen leren? Laat het vooral even weten in de comments. En dan zie ik jullie graag, graag weer bij de volgende video.